Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Dierenpraat TV. Misschien kun je het nog herinneren, ik was laatst bij Ferry een aantal weken geleden. En dat was die man van die reptielen shows met die alligators en die megaslangen. En toen we daar waren, toen had hij zo'n grote ara op zijn arm. En dat vond ik zo'n ontzettend gaaf dier dat ik dacht, ik kom nog een keer terug en dan ga ik een video over ara's maken. Vandaag ben ik hier weer terug en driemaal raden wat we hebben. Een ara en Ferry, hey. We zijn er weer. Wie heb je bij je? Nou, dit is Mindy. Ze is een vrouwelijke geelvleugelara. Ze is zo'n 10 jaar oud. Ze is een beetje aan het kijken van wat gebeurt er allemaal. Ara's, papegaaien in het algemeen kunnen best wel eenkennig zijn. Even kijken of ze bij je wil komen zitten. Moet je even je arm goed eruit. Zo? Zo? Ja, precies, ja, dat ze goed weet waar ze op moet scheppen. Goed zo. Wow. En dan krijgt ze een nootje als beloning. En dan vliegt ze weg. Dat is weer een beetje jammer. Vond me niet heel leuk. Wat een ontzettend mooie vogel zijn het trouwens. Kun je eigenwijs zijn, hè? Je hebt twee ara's, zie ik. Is dat een koppeltje? Ja, het is een koppel. Dan is dit het mannetje en dat is het vrouwtje? Ja, die daar op de deur zit is het mannetje, dit is het vrouwtje. Wow. En je hoort vaak dat ze heel oud kunnen worden, dit soort vogels. Worden ze ook heel oud, ara's? Ja, ara's schijnen wel een jaar of 80 te worden. 80 jaar. Dat is wel bijzonder. Dus als ik nu een ara koop, dan is de kans gewoon dat die gewoon nog ouder gaat worden dan dat ik ga worden. Ja, dat klopt. Ja. Is ook vaak wel een probleem met mensen die zo'n ara of een papegaai hebben. Dat er echt gezorgd moet worden dat als iemand overlijdt, waar die papegaai dan heen moet. Ja, ja, dat geloof ik wel. Het zijn hele mooie vogels, maar ze hebben echt een mega grote snavel. Ze kunnen ook echt heel hard bijten, of niet? Ze kunnen heel hard bijten. Als ze je niet leuk vinden, dan zullen ze dat ook doen. Ze kunnen dus 80 jaar worden. Hoe oud zijn deze nu ongeveer? Deze zijn ongeveer 10 jaar oud. Ik heb ze niet helemaal vanaf kuiken. Dus ik moet een beetje afgaan op wat me verteld is. Maar ze zouden zo'n 10 jaar oud moeten zijn. En ze zijn ook echt helemaal verliefd op elkaar? Ja, ze zijn echt heel erg gek op elkaar. Het mannetje die is ook heel erg defensief wat het vrouwtje betreft. Als er nou echt mensen binnenkomen die niet vertrouwd of niet leuk vinden, dan gaat hij met zijn vleugels bijten voor het vrouwtje zitten om haar ook echt te beschermen. Oh. Wel lief van hem op zich. Ja, hartstikke lief. Ja. En wat eet zo'n papegaai? Papegaaien die eten echt best wel heel variatierijk. Veel noten, zaden. Maar ze moeten ook echt heel veel fruit eten. Dat is echt heel gezond voor ze. Maar ook dierlijke eiwitten eten ze ook. Dus in de natuur zullen ze eens een keer een grote rups of insect pakken. En wij vervangen dat door af en toe een stukje hardgekookt ei te geven. Okay. Dat soort dingen. Wow. Vet, hè, als ze vliegen. Zie je ook nog mooier die kleuren als ze dan vliegen. Ara's die schijnen net zo intelligent te zijn als een kind van 6. En dat is op zich best wel slim. Merk je dat ook, dat ze zo slim is? Ja, ze zijn hartstikke slim. En net zoals een kind van 6 zullen ze altijd uit blijven proberen. Dus als je ze iets geleerd hebt, dan zullen ze altijd, ze leren dat ze dit of dat moeten doen, maar ze zullen altijd proberen om dan weer onder die regel uit te komen. Oh ja. Ja. Net als kinderen eigenlijk, ja. En ze doen de meeste dingen eigenlijk voor iets lekkers. Hebben ze geen trek in iets of geef je ze iets wat ze niet zo lekker vinden, dan doen ze het daar gewoon niet voor. Dus je moet ze echt paaien. Ja, Ferry, jij hebt twee ara's. Je hebt een ontzettend groot hok en je laat ze ook nog eens best vaak in de loods gewoon lekker vliegen, hè? Ja, ja. Er zitten ongeveer een uur of 6 per dag zitten ze altijd los in de loods, zodat ze lekker kunnen rondvliegen. Op zich doen ze dat niet heel veel, maar ze moeten wel de kans hebben om dat te doen. De vogel hoort vliegen. Ja, en stel mensen kijken en die denken, wow, zo'n ara, vet mooie kleuren, leuk, ik wil er ook een. Ja, wat zou je eigenlijk tegen die mensen willen zeggen? Nou, op zich raad ik het mensen af om een papegaai of een ara te nemen. En als je ze al neemt, moet je eigenlijk altijd een koppel nemen.
Omdat als mens zijnde, ze kunnen heel tam worden en ze gaan zich ook echt aan een mens hechten. Maar als mens zijnde heb je nooit genoeg tijd op een dag om de hele dag maar met zo'n papegaai bezig te zijn. En als je naar papegaaien en parkietachtige kijkt, dan zie je eigenlijk dat het mannetje eigenlijk de hele dag met het vrouwtje bezig is en vice versa. En als je dus één papegaai hebt, dan komt die dus gewoon aandacht tekort. En dan krijg je dus ook papegaaien die hun eigen veren uit de borst gaan trekken. En dus is eigenlijk gewoon heel zielig. Ja, dus als je al papegaaien neemt, neem er twee. Oké, okay. Ja, want ze zijn de hele tijd lekker met elkaar bezig, hè? Ze zijn de hele tijd lekker met elkaar bezig. Zoals je ziet zijn ze nu bij de nestbox bezig. Ik heb een kleine hoop dat ze broeds gaan worden. En dat wil zeggen dat ze gaan paren en dat het vrouwtje dan ook hopelijk eieren gaat leggen. Ja, dat is natuurlijk het allerleukste, hè, als je nog baby aanraadjes gaat krijgen. Ja, dat zou hartstikke leuk zijn. Ze hebben nu ook de leeftijd ervoor. Ze zijn zo ongeveer 10 jaar oud. Dus ze zouden een goede leeftijd hebben om aan jongen te beginnen, om een gezin te beginnen. Ja, hoeveel eieren leggen ze eigenlijk per keer? Ze kunnen tot 4 eieren leggen. Meestal als er jongen komen, zijn het er 1 of 2 die overleven. Oh ja. Dit was de video over ara's. Ik hoop heel erg voor Ferry dat ze binnenkort nog eieren gaan leggen, want wat is natuurlijk leuker dan babyvogels. Als we baby's hebben, mogen we wel een keer langskomen. Dan zijn jullie welkom. Yes, nou, laten we het hopen. Bedankt voor het kijken. Niet vergeten te abonneren. En tot volgende week.